We here have a serious problem with plastics too. A large part of the plastic pollution in the oceans comes from the river. Especially the smaller parts, the micro and the meso. And they are the most polluting and they are the most dangerous. Op deze plek bij de Oude Rijn wordt straks een bellenscherm aangelegd wat alle vervuiling, alle plastic vervuiling vooral gaat tegenhouden die normaal gesproken zee in zou stromen. The Great Bubble Barrier invented the bubble barrier to capture plastic pollution in rivers. The bubble barrier is basically a curtain of bubbles that guides plastic in rivers to the riverside where we catch it. Now, because we use air bubbles, we can cover the full width and depth of such a river. Dadelijk gaat die bubble barrier werken. En hoe die nou werkt en hoe goed die werkt met betrekking tot vismigratie, maar ook in het afvangen van het plastic, dat moeten we de komende jaren nog monitoren. Op het moment dat je dit allemaal niet naar buiten gaat, krijg je gewoon letterlijk weer zuivere natuur terug. Wat beter is om beesten te kunnen laten voortplanten en niet dat ze plastic eten. En op het moment dat ze dat niet in hun lijf krijgen, gaan ze er niet aan dood. Blijven ze in leven, kunnen ze makkelijker zorgen voor nakomelingen. En dat is dus goed voor biodiversiteit. Now here on Bubble Barrier Katwijk, this will be the first bubble barrier that will be implemented within 1 kilometer from the sea. And moreover, it's also the first community-led bubble barrier in the whole world. Next to preventing the plastic from entering the sea, we want to create a different mindset. And therefore, we want to set up a visitor center and start with education at schools, but also for the citizens here, and for tourists, and for foreign delegations to The Hague, and so on. Het mooie van deze samenwerking vind ik dat we klein begonnen zijn. Er was één inwoner van de gemeente die op het strand liep en zei: ik heb een goed idee. En een paar jaar later staan we hier met heel veel verschillende partners, inwoners, organisaties en hebben we een bellenscherm gerealiseerd dat het plastic tegenhoudt. Dus elke kleine stap levert een bijdrage aan een duurzame toekomst. It's not only a governmental problem, it's a problem of all of us. Everybody has a responsibility towards the plastic pollution.